Nou, als je kunt zien, zijn we dan een beetje anders gegaan. We waren vanochtend een beetje aan de rare kant. Niet laat of zo, maar het ging een beetje soep door elkaar heen. Dat ik dacht, nou, laat me zetten. Dan pak ik straks wel even de camera. Als ik terug ben. Dan is de camera natuurlijk echt. Jezus. Dan moet ik eventjes video gaan uploaden. En dan moet ik heel snel huiswerk gaan maken, want dat had ik nog niet gedaan. En dat moet ik wel doen. Oh. En dan moet ik straks weg. Dan komt mijn moeder zo meteen. Gaat met me mee, want het is vandaag steungroepdag. Bij de training. De fresh training. En aangezien mijn moeder en ik twee handen op één buik zijn, ja, heb mijn moeder mee. En mijn vader mocht ook, maar mijn vader die had al andere afspraken staan. Dus ja, goed, mijn moeder mee. Gezellig. Moeder en dochter. Ik heb nog geen koffie gehad. Ik heb nog geen tijd gehad voor koffie. Helemaal niks gewoon. Ik ben echt even helemaal... Voi. Koffie. En dan ga ik even uploaden. En ga ik even huiswerk maken. En dan laat ik wel even staan. Dan neem ik wel even op. Oké. Doei. Kijk, weet je wat het probleem is? Met de vers training is dat je heel erg met je neus op de feiten wordt gedrukt van hoe je denkt en hoe jouw denkpatroon is geworden en hoe dat moet veranderen en of je alles wat je in je hoofd hebt opgeslagen wel daadwerkelijk zo gebeurd zijn als dat je het hebt opgeslagen. En had je anders kunnen reageren en kun je anders reageren? En weet je, het is pittig. En mensen vragen dan aan mij van waarom ben je zo moe? Waarom neem je niet veel meer dingen op je? En waarom ga je niet, nou ja, veel meer dingen op je? In de zin van waarom ga je niet rondrennen en meer energie
vinden enzovoort. Maar ik kan het niet op dit moment, echt niet. Ik zit mijn hele hoofd na te pluizen of ik alles wel wat ik heb opgeslagen heb, wel goed is opgeslagen. Of de dingen ook wel daadwerkelijk zo gebeurd zijn als dat ik ze heb opgeslagen. En dan kom ik erachter dat 3/4 van de dingen waar ik me aan vasthoud helemaal niet zo gebeurd zijn. Helemaal niet zo zijn opgeslagen. Helemaal niet zo zijn als ik ze heb opgeslagen. Maar je peut het alles los wat je in je hoofd hebt zitten. En je pluist alles na. Van heb ik goed gekeken? Heb ik dit goed? Ja, dit mag bewaard worden. Heb ik dit goed? Nee, dit heb ik niet goed. Dit is ook helemaal niet zo gebeurd. Weg ermee, klaar. Weet je, je zit zoveel. En tuurlijk, ik moet sporten. Tuurlijk, ik moet bewegen. Tuurlijk, ik moet van alles doen. En dat komt ook. Dat ga ik in januari ook echt doen. In januari heb ik ook echt gezegd van ik wil vanaf januari 5 dagen in de week sporten. Klaar. En dan gaat het ook gebeuren. En dan, ja, als ik ziek ben dan natuurlijk niet. Maar dat is dan het uiterste. Maar voor de rest wil ik echt gewoon 5 dagen in de week sporten. En dan zaterdag en zondag voor mezelf. 5 dagen in de week sporten, 5 dagen doorgaan. En ik wil gewoon meer energie gaan vinden. Maar het heeft te zijn. Ik ben vandaag bij die steungroep geweest. Met de steungroep geweest. En dit was gewoon eigenlijk gewoon. Ja, wij wisten dit allemaal. We hebben al eerder die steungroep gehad. En. Weet je, er is niks nieuws. En natuurlijk zijn er punten die dan verteld worden waarvan je nu ineens denkt van, oh, wacht even, die hebben we de vorige keer ook gehoord, maar de vorige keer hebben we er niks aan gedaan. Misschien moeten we nu die punten wel eens eventjes gaan doen. Maar, weet je, it's Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. Oh, happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams came true. They got cars, big as bars, they got rivers of gold, but the wind blows right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty, New York City, when the band finished playing, they held out for more. Sinatra was singing, all the old drums were singing. We kissed on the corner and danced through the night. And the boys in the NYPD choir were singing, Galway Bay. And the bells are ringing out for Christmas Day. Christmas Day.
Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them in my own. Can't make it all alone. Build my dreams around you. And the boys in the NYPD choir still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. Dylan die komt zo meteen thuis en ga eten en dan moet Dylan douchen en dan moet ik douchen en dan wil ik echt heel erg op tijd naar bed, want ik ben erg moe. Morgen moeten we er vroeg uit, moet ik naar werk en Dylan die moet morgen vroeg naar school toe en die heeft morgen een hele drukke dag. Dus ik denk dat ik vandaag vooral bezig ben met Dylan rustig te houden. Morgen heeft Dylan een surprise op school met Sinterklaas en Zwarte Piet en weet ik het allemaal. En op zich, Sinterklaas gelooft hij niet meer in, maar Zwarte Piet kan hij niet plaatsen. Dus daarom gelooft hij nog wel in Zwarte Piet. Dus ja, ik wil eigenlijk vanavond gewoon lekker rustig met hem bezig zijn. Alleen zijn en dan eventjes vanavond gewoon samen. En dat zal ik altijd doen op woensdag. Woensdagavond is echt van ons samen, dus dat, ja. En als ik heel erg moe ben, kan ik dat wel even gebruiken. Ik zou zeggen wat rustig van nou, en tot morgen. Doei doei. Morgen trouwens een hele leuke dag. 5 december.